We laten de wolken achter ons en gaan naar het land van Maas en Waal. Dit weekend hebben we weer een logeetje. Bram, jullie hebben hem waarschijnlijk al meer gezien. Zo, aangekomen op onze bestemming. Nu nog even settelen en dan kunnen we hier heerlijk genieten. Het pontje naar de overkant. Aan de andere overkant heb je het plaatsje Megen. Naast de camping kunnen we zo opstappen. En hier kijken we vanuit de camper. Aan de voorkant kijken we op dit water. Nou, dit zijn onze buren. Gezellig. Anders val ik ook in het water. Nou, we gaan heerlijk een route lopen. We zijn met 2 honden inmiddels. Hebben jullie gisteren al gehoord. Dus we zien het wel. Het is in ieder geval een hele mooie omgeving hier. Iemand bezig aan de boom. Nou, heeft hij nog wel even tijd om hem door te knagen.
Ja, het bewijst dat hier toch wel bevers in de omgeving zitten. Ook hier al flink aangeknaagd. Mijmer wat, ik soezel wat, ik zit hier op mijn gat, geniet van het water, droom over later. De stilte en de eenvoud, dat is waar ik van houd. Voel me warm en niet meer koud. De zorgen die ik heb, niemand doet me wat op dit mooie struinpad. Ja, jullie dachten dat ik dat zelf verzon, maar dat is niet zo. Maar het is hier wel schitterend. Een flinke waterbak. Ja. Een flinke dorst ook. Bram, wil je ook? Kom maar. Ga je mee? Kom maar. Kom maar, Bram. Ja, Bram die neemt de makkelijkste weg. Maar kom je nou hier drinken of verderop, het is hetzelfde water hoor. Zien jullie onze camping. Het is vrijdagmiddag. Ik maak dan een fietstocht in de omgeving. Tuna die blijft dan bij de honden op de camping.
Vanaf de camping is er een fietspad die brengt me naar het voetveer. Met het voetveer kan je door naar Maasbommel. Goeiedag. Ja, we zijn er weer. Ja. Zo. Nou, fijne dag. Ja hoor. Vanaf Maasbommel fiets ik verder over de dijken langs de rivier richting Alphen, uiteindelijk naar Dreumel en vanaf Dreumel weer terug naar de Goudenham. Waar ik nu via de andere kant terug ga naar de camping.
Ja. We staan op de veerboot. We gaan naar de overkant, naar het plaatsje Meeren. We lopen met een gids mee door Meeren. In deze gevangentoren heeft men in de jaren 30 van de vorige eeuw de leider van de bende van Os opgesloten. Maar één dag later was hij al ontsnapt. Dit pand was vroeger een kosthuis voor studenten. Hier woonde Titus Brandsma. Na zijn opleiding is hij karmeliet geworden. Het voormalige raadhuis van Meeren met op de zijgevel Sint Servatius op het gemeentewapen. Dit is het onderkomen van de zusters Clarissen. Op deze plaats stond ooit een kasteel. Tijdens een brand in 1581 werd het kasteel verwoest. Het oude muurwerk en de keldergewelven gebruikte men voor het huidige Clarissenklooster. Dit is de kloosterkerk. De altaren, de preekstoel en de biechtstoelen stammen uit het einde van de 17e eeuw. Broeder Everardus Witte stond bekend als het heilige Bruurke. Hij was een eenvoudige broeder, een portier die iedereen in nood opving. Everardus was de hele dag intens in gebed voor de mensen die hem om hulp vroegen. De kloostertuin wordt nu de Hof van Lof genoemd. Alle planten en bloemen hebben een liturgische betekenis. Een huisvrouw die in het najaar van 1944 onder de waslijn door omhoog kijkt naar de enorme luchtarmade van de geallieerde bevrijders in het kader van de operatie Market Garden. Zo, weer op de pont. Lekker weer terug richting de camping. Nou, zoals jullie zien, alles wordt erin gepakt. Het weekendje hier op de camping zit er weer op. Ja, jammer is weer. Ja. Ach, volgend weekend kunnen we weer weg, hè? Ja, weer een lekker weekend gehad. Mooi weer. Leuke plek om te staan. Ja, heel mooi. Nou, ik zou zeggen... Ja, de accu is leeg. Ik hoop dat jullie genieten van onze vlog. En tot de volgende keer. Doei!